We weten dat we iets moeten doen. We weten dat klimaatverandering aankomt. We weten dat het Groningen aardgas eindig is. Dus een aantal dingen weet je al. De stip op de horizon heb je al. En dat maakt het wel in die zin makkelijker, want je weet dat je iets moet doen. Nou, je weet ook waar energie naartoe gaat. Hè. We weten dat we in de gebouwde omgeving veel warmte gebruiken. Daar gaat aardgas naartoe. We weten dat we mobiliteit hebben waar veel fossiele brandstof naartoe gaat. En we hebben natuurlijk een flinke haven die heel veel betekent voor Nederland, maar ook redelijk wat uitstoot kent. Dus we weten ook waar we iets moeten doen. En we weten dus ook wie daar bezig zijn. We weten wie er in de haven aan de touwtjes trekken. Hè. We hebben daar een havenbedrijf, we hebben daar grote bedrijven. Mobiliteitssector kennen we ook. En de gebouwde omgeving weet natuurlijk dat daar gewoon mensen wonen die in hun huis zitten en daar ook iets mee moeten. Waterstof is natuurlijk iets wat je krijgt van hopelijk groene elektriciteit. Hè? Want nu is voor een deel waterstof nog grijs in de zin van dat wordt gemaakt van elektriciteit wat niet altijd duurzaam is opgewekt. Maar waterstof is wel iets bijzonders, want we kunnen het bewaren. En elektriciteit kan je moeilijker bewaren. Kan je in een batterij stoppen, maar je kan hem niet heel lang bewaren. Dus als het gaat over seizoensverschillen, in de winter hebben we best veel warmtevraag bijvoorbeeld. In de zomer wat meer opwek met zonnepanelen. Als het windstil is, wil je ook energie hebben. En dan zijn energievormen die je goed kan bewaren en op een later moment kan gebruiken, zoals waterstof, heel veel waard. En daarbij komt dat waterstof heel goed inzetbaar is voor hoogwaardige producten. Dus hoge temperaturen in de procesindustrie of voor zware voertuigen waar een batterij nog niet zo goed functioneert. Dus waterstof is gewoon in onze economie onmisbaar. En dus ja, gaan we daar ook voor. Wij in de regio hebben geothermie, zeker, hebben we al. En dat is aardwarmte. Hè? Dus wat er gebeurt is, je graaft een gat heel diep en je haalt eigenlijk het warme water wat opgewarmd is door de aarde naar boven. Je gebruikt het en je pompt het weer terug. Ja, dus dat is zo aantrekkelijk. Ja, dat is ook heel aantrekkelijk, maar is niet heel goedkoop. En wanneer een business case werkt, op het moment dat je ook iets met de warmte kan doen. Dus op het moment dat je een warmtenet hebt en woningen hebt die het kunt gebruiken, dan heb je een sluitende case, of een sluitende keten in ieder geval. Die energieopwekking op zee hebben we gewoon nodig, hè? Want anders gaan we het niet met z'n allen redden. Dat wordt kijken waar het kan en waar niet. Het recente onderzoek natuurlijk naar die oesters aan de voet van windmolens is natuurlijk wel weer een heel mooi voorbeeld van dat je weer dingen kan combineren. En dat is denk ik ook waar we als Nederland goed in zijn, in het nou ja, meervoudige ruimtegebruik of in ieder geval problemen een oplossing maken of winsten maken uit dingen die je toch al doet. En ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is. Wij spreken natuurlijk bewoners ook en op een gegeven moment over energietransitie. En wat nou opvalt is dat de oudere mensen er veel makkelijker over doen. Die zeggen, joh, dat hebben we al een keer gedaan, van kolen naar aardgas. En dus die denken van, nou ja, ik weet niet waar je moeilijk over doet. Dat doen we wel. Hè? Als het komt, dan komt het. Dat zien we wel. Dus dat is heel grappig dat wij nu heel moeilijk doen over iets wat een deel van de generatie al heeft meegemaakt. Dus iets heeft van, nou. Ik denk dat we met elkaar voor elkaar krijgen om een beweging in te zetten. Met elkaar, want niemand gaat het alleen doen. Waar iedereen aan mee kan. Want dat is denk ik heel belangrijk. De energietransitie moet inclusief zijn.